Welkom bij Side by Side Worldwide. Dit is alweer onze derde vlog in Polen. Vandaag naar een stom had gelezen op internet dat we heel vroeg op moesten staan. Dus we zijn om 5:30 opgestaan. We hebben ondertussen al één gezien in het donker. En nu zijn we op zoek naar nog meer biezen. De bizons waren erg schuw en ze gingen dan ook gelijk weg toen ze ons zagen. Jammer. Maar we gaan gewoon verder met onze zoektocht naar nog meer bizons. Maar eerst tijd voor het ontbijt. Ons hotel is hier. Dat is ons huisje daar. Rechtsboven, heel schattig. Wat hebben we al verdiend na zo'n voet opstaan en bizons zoeken? Ja, kijk hoe lekker. Ze hebben net een soort poffertjes gepakt. Ik heb er al één. Hey Sas. Hey, ik ben weer het kattenvrouwtje. Ben je er? Hey, ik ben onderweg naar het park. We zijn dus in Białowieża. Oké, nog een poging. Białowieża. Zo zegt de Polen het. Je schrijft het als Białowieża. Het is het enigste oerbos van Europa. Het staat vooral bekend om zijn bizons. We hebben er al een paar gezien, maar we gaan er nog veel meer zien deze vlog. Dus blijf vooral kijken. Op naar de volgende wandeling. Oké, dus we staan om 6:30 op. En nu staan ze gewoon naast de weg. Overdag. Cool. Vind je niet cool hoor. Omdat de vorige bizons heel schuw waren, probeerden we eerst door de verrekijker al een beeld te maken van de bizons. En dat lukte. Eindelijk een goed beeld van de bizons. Hey Sas, waar zijn we? Nee, ik weet het niet. Van welke route we doen. Waar zijn we dicht in de gebeur? Ja, we zijn dicht in Wit van Wit-Rusland. Ja, Tommy? Ja. We fluisteren soms in dit filmpje omdat we wilde beesten wilden zien. En dan moet je natuurlijk stil zijn. Heel stil. Lukt het? Harder trekken. Werk nog. Dit is wel een van de leukste wandelingen. Je moet eten aan de spoorlijn vol. En is het daarom leuk? We houden van oude dingen. Zonder iets te
tegen te komen van mensen of verbouwingen. Dat was een hele wandeling. Heb je nog niet opgezien? Hoe lang? Nou, 2 uur denk ik toch wel. Ik denk dat 2 uur aan het wandelen zijn. We hebben nog niemand gezien. Beter kan. Het is toch uitgestorven, Sophie? Op de weg. We wonen al mensen. In ons restaurantje van het hotel. Het is helemaal leeg. Voor de rest waren alle restaurants in het dorpje dicht. Oké, Tom is nou ook al weg. Doei. Dan blijf ik alleen achter. Het is wel heel schattig. Wat heb je besteld? Bekenfilet. Gegrilde kip. Met ribbelfrietjes. Oh, lekker. En ik heb... Ja, wat, hoe heet het ook alweer? Dat laat ik later nog wel kibini. Weten. Een soort empanadas. Kibini. Oh ja, kibini heet het. Eet smakelijk. Vroeg op pad, maar we hebben er weer één gevonden. Ik weet niet, daar staat hij. Ik weet niet of... Nee, je ziet dat niet. Een paar minuutjes later begon het lichter te worden en konden we de bison eindelijk goed zien. Hier de bison. En wij allebei met walletjes. Met Tommy. Echt wakker worden doe ik altijd tijdens het ontbijt. Daarna ben ik pas echt klaar voor de dag. En de dag die na dit ontbijtje komt, zie je in onze volgende vlog. Wanneer we weer naar de bewoonde wereld terug gaan. We hopen dat jullie het weer leuk vonden. Vergeet je niet te subscriben op onze pagina. Doei!